Goedemiddag, mijn naam is Micha Groenbos. Ik ben gecertificeerd hoogbevaarlijkheidskundige. En ik wil jullie vanmiddag dus uitleg geven over het wettelijke stoffenregister. En vandaar gaan we zo meteen de presentatie in. Eén verzoek om de vragen dus in te voeren op het einde. En dan ook op het einde te stellen, zodat we het verhaal goed kunnen volgen. En ik hem ook goed kan blijven houden. Als het goed is, heeft u nu alles in beeld. Perfect. Nou ja, hoe werkt het wettelijk stoffenregister? Eigenlijk een gemakkelijk iets. Het is een, ik wil bijna zeggen, een dwangmatig iets uit het arbobesluit. Artikel 4.2, die aangeeft dat wij een stoffenregister moeten opstellen. En van daaruit is onze gedachte geweest om jullie wegwijs te maken. In wat ga je nou eigenlijk feitelijk ook opslaan aan gegevens? Wat ga je allemaal registreren en bijhouden? Het gaat om een inventarisatie natuurlijk van de chemische producten. Alles wat aan gevaarlijke stoffen aanwezig is. Daarbij ook natuurlijk, maar waarom? Zoals ik al zei, het is een wettelijke plicht vanuit de arbeidsomstandighedenwetgeving. Maar je hebt natuurlijk ook een stuk verantwoordelijkheid als werkgever. Je moet immers wel voor jezelf denken, ik doe die stoffen netjes opslaan en netjes opbergen en ze worden goed gebruikt. Maar als je aan de blootstelling op een gegeven moment geen goede bescherming biedt, dan loop je vast en dan zit je ook in een probleem dat je aansprakelijkheid gaat krijgen. En vandaar ook dat we dus ook willen appelleren op de verantwoordelijkheid van de werkgever. Alleen ja, heel terecht heb ik eronder ook staan, en dat is ook iets wat wij hier intern al bespreken, wordt stoffenregister niet al snel een doel op zichzelf. Want dat is wel het gevaar. En dan krijg je een soort van Rome waar alle wegen naartoe moeten leiden, omdat wij één stoffenregister moeten hebben. En dat kan natuurlijk ook niet echt de bedoeling zijn. En dit verhaal wil ik het naartoe wijzen om aan te geven van ja, we hebben een stoffenregister, maar het is iets wat u vanuit de wetgeving verplicht moet vullen. Maar waarbij u ook kunt zeggen van we gaan bepaalde zaken daarin opnemen en in bijhouden, zodat ook de bedrijfsvoering beter van wordt en niet alleen maar het register een uiteindelijk doel aan de horizon is. Nogmaals, het niet bedoeld als doel. Maar meer een verzamelvergaarbak voor informatie. En dan wel op de gebruikte stoffen, aanwezige gevaarlijke stoffen. En in het algemeen natuurlijk de CMR-stoffen. En het bijzonder. Want ja, je hebt en je CMR die je wil bijhouden vanwege de extra verantwoordelijkheid. Ook alle andere gevaarlijke stoffen. En er zijn ook organisaties die hebben gewoon meer spullen daarin opgeslagen staan. Waarvan we weten dat ze niet gevaarlijk zijn. Maar waarbij zij zeggen van ja, het is toch wel prettig om daar ook een stuk blootstelling, een stuk gebruik ervan te kunnen combineren. Het wordt ook gekoppeld aan het gebruik en de gebruikers. Maar naar het ook de mate van blootstelling. En de vervolgstappen die we daaruit krijgen. Het stoffenregister, waarbij we dan kijken, we hebben wetgevingsinformatie. We hebben bedrijfseigen regelgeving die we hanteren. We doen aan voorraden inventariseren. Daar kom ik zo meteen ook uitgebreid op terug. Natuurlijk de informatie uit de MSDS'en die u nodig heeft. Maar ook vanaf de gebruikerskant heeft u de nodige informatie nodig voor uw register. De informatie van de fabrikanten, leveranciers naast de MSDS'en. En ik wil eigenlijk ook nog graag terugkomen op het verhaal van de nieuwe stoffen introduceren, het invoeren. Maar ook het afvoeren van de stoffen en wel het registreren. Het zogenaamde uitboeken. Vanuit de inspectie SZW is natuurlijk al de dwang aanwezig. En zij hebben dan ook een zelfinspectie aangegeven. En in die zelfinspectie kom je eigenlijk ook al terug op het inventariseren, het beoordelen, het nemen van maatregelen, maar ook het borgen. En feitelijk willen wij trachten om met het stoffenregisterverhaal hier u duidelijk te maken dat het eigenlijk niet eens zo ontzettend moeilijk is. Want je hoeft geen grote arbeidshygiënist te zijn, uitgebreid met heel veel ervaring, is natuurlijk wel prettig als je ervaringen hebt. Of een chemische toxicoloog, maar ook ik als, ik wil bijna zeggen, eenvoudige veiligheidskundige, heb het kunnen uitvoeren. En pas op een verder gevormd stadium, als je dus echt aan de
uiteindelijke metingen moet komen, waar ik later nog op terugkom, ja, dan heb je echt de deskundige nodig. En dan moet je ook niet denken van, ik kan het zelf allemaal. Als je gaat beginnen met inventariseren, zijn er gewoon heel makkelijk 3 kernvragen. Waar werken de meeste mensen met de chemische producten en waar werken de overige? Welke worden het meeste gebruikt en welke worden nog meer gebruikt? Maar ook, waar worden de producten structureel opgeslagen? Of ook in tijdelijke aard? Nou, die stappen ga ik dan doorlopen met u. En we beginnen natuurlijk met het voorraden inventariseren. Want als je weet wat je hebt en waar je het hebt, dan scheelt het al een hoop. Nou, heel vaak komen wij tegen de magazijnen en de werkplek, ja, die weten we allemaal. Maar we hebben ook regelmatig kom je tegen dat mensen een dagvoorraadkast hebben. Een kleine bergkast in een werkplaats of een bergkast in een laboratorium. En daar staan ook de nodige stoffen, noem het maar reserves, om daar wat mee te kunnen doen. Maar ook, en ik noem het dan de verborgen plekken, enkele afgescheiden plekjes waar mensen wel eens wat neerzetten, omdat anders de collega het even komt lenen. En dat kan niet altijd de bedoeling zijn, want dan grijpen ze zelf mis. Maar ook een transportkar of een werkwagentje of bijvoorbeeld een gereedschappenkar. Denk alleen al aan de WD-40 die je overal ziet. De pas en de onpas kom je er tegen, maar die moeten wel allemaal geïnventariseerd worden. En dus ook allemaal goed geregistreerd worden. Dus inventariseer alle werkplekken, bergplaatsen. Dus de monteurs ook, de Loctites en de WD-40's. Registreer ze allemaal, schrijf ze allemaal op. Maak foto's van de etiketten. En wat natuurlijk het meest belangrijk is, waar u ook aan moet denken, is vooral die stofgegevens. Want als je dat allemaal hebt en je hebt daar een foto van, dan kun je altijd later makkelijker terugzoeken als je het gaat registreren. Dat je denkt van, oh ja, hoe staat het ook alweer? Of als het even niet helemaal duidelijk is, houd het erbij. Worden de stoffen niet meer gebruikt, stort ze dan af. Want ja, alleen maar dode voorraad is ook een risico, uiteindelijk. Maar geeft ook op een bepaald moment een verstoring eigenlijk op je locatie van een ruimte die in beslag wordt genomen. Want we komen rustig op plekken waar makkelijk jerrycans vol met stoffen staan, die al in geen jaren meer gebruikt zijn, maar niemand durft ze weg te doen. En het voordeel is, je hoeft ze niet te registreren. Echter, en daar kom ik straks nog uitgebreid op terug, het MSDS kent wel een bewaarplicht. En dat is wel een van de dingen die u zeer zeker in uw achterhoofd moet houden. Je kunt de stof netjes afstoten en weggooien, maar je moet natuurlijk wel nog je MSDS bewaren, want mensen kunnen altijd nog later terugkomen met klachten. Oké, daar kom ik dan ook later op terug. Waar begin je mee? Want dat is natuurlijk het eerste. We hebben nu netjes bedacht van we maken een groot formulier, bijvoorbeeld een Excel, en daar gaan we de kolommen in maken. Nou, dan hebben we als eerste de producten, en van die producten zeggen we de naam van het product, de artikelcode, naam van de fabrikant of leverancier, ook de werkplek waar het gebruikt wordt, maar ook je opslag. En daar zie je ook al heel vaak bij bedrijven dat daar dus een 2-kolommen systeem komt, dat ze een vaste opslagplaats hebben, maar ook een soort van dagvoorraadplaats waar de eerste mensen, of tenminste de eerste weggepakt kan worden door de mensen. En dat kan dan later aangevuld worden. En die zaken inventariseert u allemaal en noteert u. En dan krijg je een beetje een voorbeeld als dit. Ik dacht, ik zal hem wat eenvoudig houden. Een bisonhoutlijn, die bij toch wel heel veel bedrijven gebruikt wordt. Ja, waar gebruik je hem? In de timmermans werkplaats. Maar hij is opgeslagen in een magazijn. En zo makkelijk is het. Het is dan het eerste deel wat u dan dient op te pakken om een totaal te maken. Op het moment dat je dan die gegevens vastlegt, dan denk je, oh, dan kan ik ook wel gelijk het contact met het product. Aantal medewerkers op de werkplek. De tijdsduur dat je contact hebt en wat van dat soort zaken. Maar hierin wilde ik eigenlijk een soort van scheiding proberen uit te leggen. Dat je denkt van ja, als we allemaal oppakken, dan heb je heel veel registratie die je aan het doen bent, heel veel aan het verzamelen bent. Terwijl je eigenlijk daar misschien wel 20-30% van stoffen hebt die niet eens vastgelegd hoeven te worden. Omdat het dus allemaal helemaal geen schadelijke of andere gevaarlijke stoffen betreft. Dus vandaar ook, het is afhankelijk van de stof. Dus in plaats van dat je dus doorgaat met al de contactgegevens en de medewerkers, is altijd het advies, stap eerst naar het MSDS toe en ga daar de verzameling
aan MSDS'en een beetje doorlichten en kijken waar je de informatie vandaan haalt. Het tweede voordeel is namelijk ook dat je dan direct kunt zien welke stoffen zijn dus risicovoller dan de andere stoffen, waardoor je op dat moment ook je scheiding kan maken in je prioriteit. En dat ziet u zo wel. Dus de informatie uit de MSDS'en, het veiligheidsinformatieblad. Ik heb heel angstvallig neergezet alle informatie, wel tussen aanhalingstekens. Want zoals de meesten van u waarschijnlijk al weten, als je een MSDS hebt gezien, die zijn niet altijd helemaal volledig. Maar ze kennen wel allemaal de opbouw van 16 hoofdstukken, waarin de onderverdeling is opgemaakt. Dan de MSDS inventariseren. Van alle producten heb je de MSDS. Mist u enkele, neem ze dan gewoon even af vanaf het internet bij de fabrikant. Of als hij die niet heeft, ik zou hem gewoon bellen of mailen en dan kunnen ze die toesturen. En natuurlijk zijn er ook al betaalde programma's waaruit je dat natuurlijk kunt downloaden. Maar daar laten we wat meer over. Noteer dan in de lijsten de componenten van de stoffen. Denk ook aan de kastnummers die erbij moeten. Kijk dan het percentage van de componenten in de stoffen. Die zijn later ook van belang. Dan gaat u de klassificatie, de H-zinnen, de pictogrammen, maar ook de omschrijving van de H-zinnen. Probeer het zo volledig mogelijk te houden. Of wel in kort staccato, want anders wordt de lijst natuurlijk gigantisch groot. En die inventariseert u allemaal, zet alles op de lijst en je gaat gewoon verder. Dan heb je de vervolging van deze stap. Dat is de CMR-stof eruit halen. Het zou wel leuk zijn als het echt kon, dat je echt kan zeggen, ik haal de stof eruit. Maar het gaat er meer om dat u dus kijkt naar welke stoffen zijn CMR. En die gaan natuurlijk op lange termijn veel meer problemen geven dan een, zeg maar een reguliere gevaarlijke stof die misschien een beetje irriterend of bijtend is. En als makkelijk geheugensteuntje is er een pracht van eigenlijk een lijst gemaakt waarin goed aangegeven wordt welke H-zinnen betrekking hebben op de CMR-producten. En die wil ik u nu ook laten zien. Als u ziet, dan heb je een hele groep mutagenen. Die zijn eigenlijk in tweeën verdeeld. De carcinogenen en vervolgens een redelijke groep aan de reprotoxische categorie. Maar alle drie de categorieën, de C, de M en de R, zijn toch echt niet plezierig. En die dienen dus ook goede aandacht te krijgen. Maar, zoals altijd, het alleen raadplegen van die MSDS'en, wat ik net al aangaf, daar staat niet altijd alles op, is natuurlijk onvoldoende. MSDS geeft alleen de klassificatie op volgens dus de REACH-verordening. En in Nederland kennen wij dan ook de plicht om ook de CMR-lijst van het ministerie van SZW te raadplegen. En over het algemeen kunt u wel uitgaan, en dat is wel wat ik wel vaak tegenkom ook, is dat de aanwezigheid van de CMR-lijst, de stof dat je ook op de lijst voorkomt, dat het op hoofdstuk 15, of in hoofdstuk 15 van het MSDS ook vermeld is. Het is alleen geen garantie, want ook daarin zegt ook wel eens de fabrikant dat hij geen info erover heeft. En dan moet u helaas zelf de kastnummers van alle componenten noteren. En dan zelf gaan zoeken bij de staatscourantlijst. Ik heb ook even een kopje van de lijst ook in. En bij het whitepaper wat u hier nou kunt downloaden, dan is er ook direct een link ingezet naar deze staatscourantlijst toe. Dat is waarschijnlijk wel handig om die dan gewoon als link voor uzelf aan te houden. Dan komen we, na al deze stappen van het register van de stoffen zelf, komen we eindelijk aan bij de informatie uit de gebruiker. Want wie is er onder andere bijvoorbeeld blootgesteld? Ook aantallen. Hoe is die blootstelling? Waar worden ze blootgesteld? Ook wanneer? Tijdens intensief werken, tijdens een situatie dat het aan het uitdampen van stoffen bij wijze van spreken is. Maar ook hoe lang en hoe vaak? Oftewel de frequentie van de blootstelling en het soort van contact met de stof. Daarbij heeft u ook nog eens een keer regelmatig dat tussendoor informatie vanuit de fabrikant of leveranciers komt. Een product die wijzigt, de samenstelling die wat wijzigt, waarbij regelmatig ook voorkomt dat het MSDS kan naeilen. Dus ook de informatiestromen vanaf leveranciers is altijd belangrijk.
Als je dan vervolgens verder gaat met het hele lijst opstellen, dan zeggen wij oké, inventariseer per locatie, per werkplek, hoeveel mensen er, in welke mate deze mensen ook, hoeveel mensen werken, maar ook hoeveel deze natuurlijk kunnen blootgesteld worden. En voor het contact en het aantal per werkplek proberen wij dan ook een prioriteitdeling op te zetten. Het onderscheid van aandacht voor de producten. Denk aan het onderscheid verdelen van die 5 standaarden. Heb je geen contact, heb je af en toe contact. Weinig. Ja, of het kan ook hoog zijn. Continu, dagelijks. Dan heb je toch een codering op dat moment van een schaal 5. Waar ik zo dadelijk ook in de vervolgkolom terugkom. En bij de natuurlijke manier van volgen, dan zeggen we oké, hoe meer mensen er blootgesteld worden, hoe belangrijker de actie is op dat punt. En dan wordt ook in de lijst opgenomen, leg het aantal werknemers dan vast. Want dan weet je ook hoeveel er blootgesteld worden. En heb je dan een grote variatie, dan adviseren we altijd toch het gemiddelde te nemen. Maar blijf wel aan de veilige kant. En daarmee bedoel ik, als er dus af en toe is een keer 5 man blootstaan en het gemiddelde is 2 man. Ja, dan kun je toch verstandiger zeggen van nou, we hebben een 4 als aantal. En als je er vaker aan de 5 terugkomt, omdat je dan toch een wat veilige waardebeoordeling hebt. Zoals ik op de volgende slide was al laten zien hangen. Want als eerste ga je de H-waarde bepalen. En de H-waarde is met name van belang vanaf de ernst van de blootstelling. De ernst ook van de stof. En dan kennen we dus de categorie 5, 4, 3, de 2 en de 1. Als er meer zijn, dan bepaalt dan ook natuurlijk de hoogste waarde. Want je kunt zich voorstellen, als ik een stof heb waar de H340, de H361, maar ook de H313 aan de orde komt, dat je natuurlijk uitgaat van de H340, die is het grootste gevaar. Nou, dan heb je dus heb je vastgelegd dat het aantal gebruikers weet je. Je weet de blootstellingstijden, vaak, kort, langdurig. De klassificatie van de stof. En dan krijgen we automatisch van daaruit een waardeoordeel. Oftewel een prioriteitsscore. En dan kun je dus terugvinden dat dan de stof waar de meeste mensen blootgesteld staan. Maar die ook in de waarde dan misschien niet eens de hoogste is. Maar wel als een totaal als hoogste uit de lijst komt. Dus dan zou je product B de hoogste prio krijgen. En in dit geval zou het advies zijn van pak wel allebei de producten zo snel mogelijk op. Omdat je, of alle drie, mijn excuus, omdat je de waarde van de H-zinnen ook van extreem belang vindt. Nou, dan hebben we nog eens de overige producteigenschappen die we ook graag willen zien in zo'n lijst. Of we, die eigenlijk moeten opgenomen worden. Dan wordt er gesproken over de ADR-klasse, natuurlijk het UN-nummer en de verpakkingsgroep. En die neem je dan ook op, maar ook die vind je weer terug in een MSDS. Nou ja, en dan hebben we daarnaast dus een stuk verplichting voor het veilig gebruiken, het veilig vervoeren, maar ook een reactie van de stof. Denk aan brand in het pand, denk aan een andere zaak als zijnde, dat je op een gegeven moment zegt van ja, er kan een explosiegevaar zijn. Dus hebben we ook de dampdruk, vlampunten, kookpunten en ook de verschijningsvorm. Vloeibaar, gasvormig, dat is ook allemaal nodig. En ineens ziet u nog een stukje extra op de lijst. Ook weer de producten, dan zie je de ADR-klasse, de verpakkingsgroep, maar ook het UN-nummer. En dan vanaf vlampunt, kookpunt, de dampdruk, alle zaken die er van belang zijn. En als laatste de verschijningsvorm. Kom je dan op de maximale blootstellingswaarde, dan ga je de echte grenswaarde van de stoffen opzoeken. En daar zitten we vanuit het hoofdstuk 8 van het MSDS. Ook dan op de lijst, helaas niet altijd opgenomen. Ook vaak komt het tegen dat het als je meerdere componenten hebt staan, dat er dus helemaal niets te vruchten vinden is. Ja, en dan is dus de plicht hier in onze wetgeving, dat wij dan verder gaan naar de wettelijke grenswaarde zoeken. En dan hebben we dus als eerste een Nederlandse plicht. Bijvoorbeeld de website, de SER. Maar we mogen ook over de grens kijken. En dan kan je kijken naar de Amerikaanse van de hygienist, de lijsten. Of via natuurlijk de betaalde informatiebronnen. Denk aan grenswaardeboek of het chemicatenboek van Toxic. En er zijn ook andere mogelijkheden nog terug te vinden bij de desbetreffende leveranciers. Ook hiervan
geven we toch wat info terug op het whitepaper. Dat u dan natuurlijk kunt downloaden. Staan ze opgenomen, dan is het een makkelijke weergave, in tweeën verdeeld eigenlijk. Een tijdgewogen gemiddelde waarde. En daarin hebben we dus de 8 uur waarde die u dan noteert en de 15 minuten waarde. En het getal dan bij die 8 is natuurlijk het maximum blootstellen voor die tijdsduur. Dus heeft u de waarde, dan is het voor 8 uur lang die waarde die het mag zijn. En bij de 15 minuten waarde, ja, dan is het vaak hoger, maar voor een kortere periode. En ook die heb ik opgenomen in de volgende lijst om te laten zien waar praten we over, vaak over verschillen. Een product kent een tijdgewogen gemiddelde van 260 en zelfs 1900 bij 15 minuten. Dus je ziet dat je vaak op een kortere periode, kan je dus een hele korte hoge blootstelling, mag dan nog wel plaatsvinden. Maar dan heb je daar de FOS-registratie ook bij en dan zeg je oké, is het vluchtige organische stof? Wat is daar het percentage van? Ook voor de opname van belang. Maar ook de hoeveelheid van de stof die opgeslagen mag worden. Maar ook wat je hebt opgeslagen. En dat is eigenlijk weer voor het totale beeld van waar praten we over, waar de mensen aan bloot kunnen staan. Dan heeft u een hele grote lijst gecreëerd met deze totale informatie. Vanuit wetgeving, vanuit de voorraad die geïnventariseerd is. De informatie die ook binnen is vanuit MSDS'en. En uw gebruiksinformatie. En dan aan de rit, zou ik zeggen. Maar dan ga je dus de echte blootstelling bepalen. Want op dit moment zit u op het niveau dat je zegt, ik heb alle gegevens, heb ik. En nu ga ik kijken, waar lopen mijn grenzen? Waar zitten mensen die blootstaan aan gevaarlijke stoffen, wat buiten de grenzen valt? En dan is de regel 30% onder de grenswaardes. Dus ik zeg het verkeerd, als je onder de 30% van de grenswaarde zit, dan hoef je geen verdere actie te nemen. Dus op het moment dat u alles bepaald heeft en u ziet echt dat u ruim eronder zit, dan is de registratie in het stoffenregister is voldoende. Alleen op het moment dat u wel hoger komt dan 30% van die grenswaardes, ja, dan moet je echt gaan laten meten of zelf gaan meten wat dan de daadwerkelijke blootstelling is. Op dat moment precies uitkomen van hoe ver is die blootstelling, wat voor maatregelen moeten er genomen worden. Want een van de dingen die wel heel belangrijk zijn voor u, is natuurlijk dat een CMR-stof stochastische stof is. Oftewel een hele kleine blootstelling kan al een heel ernstig effect al geven. En die hangt af van het effect van de stoffen. En niet aan de blootstellingstijd. Tuurlijk wel. Altijd afhankelijk van de blootstellingsweg. Denk aan uw huid. Via de ademweg die binnenkomt. Of via de ogen. Of bij het eten op de werkplek, het inslikken. Ja, dan heb je altijd wel kans op je maximale effect. En heeft u dus CMR-stoffen, dan is natuurlijk het proberen de blootstelling tot nul te reduceren. Of dus, waar we zo op terugkomen, de stoffen te gaan vervangen. Want dat is de wettelijke eis. Als u het niet kunt vervangen, dan zover mogelijk reduceren, maar anders vervangen. Nou, bij de carcinogene mutagene producten moet sowieso worden vastgesteld welke werknemers zijn blootgesteld aan de producten. En bij de reprotoxische stoffen heeft u alleen de plicht om vast te stellen hoeveel werknemers er zijn blootgesteld. En dat kun je natuurlijk indicatief doen met behulp van onder andere bijvoorbeeld stoffenmanager. Dat is een van de voorbeelden. Als u daar alles heeft uitgevoerd en u heeft de hele lijst klaar, dan zijn de daadwerkelijke vervolgstappen van belang in het kader van arbeidshygiënische strategie. En daarin kennen we de bronmaatregelen, collectieve maatregelen, individuele maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. En natuurlijk de bronmaatregel, heel makkelijk, het vervangen van de stof door een stof die niet schadelijk of gevaarlijk is. Of überhaupt die stof helemaal niet meer gebruiken, dat je hem dus gaat afstotten. En dat je dan gaat kijken of je het proces op een andere wijze kunt gaan doen. Maar hou wel daarbij in de gaten. Dat als u met stoffen bezig gaat. Dat je nieuwe stoffen direct registreert met je inkoop. Dat je er ook voor zorgt dat je opslagplaatsen daarin bij goed vastgelegd zijn. Want anders is binnen enkele maanden is je lijst al weer verouderd. Kun je alles opnieuw gaan doen. En zorg ervoor dat de wildgroei, zogezegd zonder de registratie, het eigen inkopen van afdelingen.
dat geblokkeerd wordt. Dat u alleen formele aanschaf kunt doen via een inkooplijn. Of via duidelijke afspraken die gemaakt zijn, dat als het binnenkomt, dat die direct aan de beheerder van het stoffenregister wordt teruggekoppeld. De andere kant op, het afvoeren en daarbij ook registreren, oftewel het uitboeken van die stoffen is natuurlijk ook heel belangrijk, want dan blijft uw lijst actueel. Maar wat al eerder genoemd was, de MSDS, de bewaarplicht, is voor elke stof die een CMR bevat 30 jaar en voor de overige stoffen 10 jaar. Dus het nadeel is natuurlijk dat u wel uit de lijsten heeft weggehaald, maar u wel nog steeds dus MSDS'en of digitaal of op papier moet blijven bewaren. En dan de laatste stap in het geheel. Informeer uw werknemers. Tuurlijk kunt u in werkplek instructiekaarten gebruiken, of de werkplek instructie. Alleen daar moet u wel de volgende onderwerpen altijd aan de orde laten komen. Denk aan de productgegevens waar zij zaken van moeten weten. Het risico voor brand, maar ook voor het binnenkrijgen via de ademhaling of via de huid of ogen. Of zelfs nog het inslikken. Ook al wilt u graag verbieden dat zij roken op de werkplek, dat ze eten op de werkplek of drinken. Er is altijd kans op binnenkrijgen. En natuurlijk ook dan de preventie voor dezelfde kant. Hoe kunnen we het voorkomen? En de EHBO-maatregelen daarbij. Nou, dan hebben wij ook nog de ARBO en de CEP-pictogrammen. Die het duidelijk maken van waar praten we over, wat voor stoffen zijn het. En het GHS 08 moet altijd opgenomen zijn. Ook als die niet op de MSDS staat. En u weet wel dat die op de lijst voorkomt van de SZW. Zorg er dan voor dat het symbool afgebeeld is op uw producten of buitenproducten. En in ieder geval ook op zo'n instructiekaart. En natuurlijk de HACCP en de preventiezinnen. Maar ook die zijn altijd verplicht aan te vullen met de lijst van de CMR-lijst van SZW. Dus, heel kort, door de bocht. Stoffenregister, geen doel op zich. Zeer zeker niet. Maar zeker wel een nuttig middel om gezond en veilig te kunnen blijven werken. En feitelijk is datgene wat we ook willen bereiken. Ik kan ook zeggen dat op die reden ook het whitepaper Hoe maak ik een wettelijk stoffenregister is samengesteld. En ik wil u bedanken voor de aandacht. En eventueel nadere informatie is natuurlijk te vinden op de genoemde website. En anders kunt u met Toxic contact opnemen op 070-37-80-162. En dan krijgt u direct de deskundige van Toxic aan de lijn. Hartelijk bedankt. Ja, mensen kunnen nu vragen stellen aan jou. Ja. Mensen kunnen aan de rechterkant vragen stellen of bij Ask a Question. Beide rubrieken gaan we even langs. Even kijken. Ik doe even delen stoppen. Even, ik gooi even deze naar beneden. En even delen stoppen. Ja, dat ziet iedereen jou eventjes. En, geen probleem. Ja, men kan nu gewoon vragen stellen. Ik zie dat bij Ask a Question er al een vraag gesteld is. Dan kunnen we even kijken wat voor vraag dat is. Is het overzicht, ik zal de vraag even herhalen ook, is het overzicht van de categorisering van de H-zinnen van hoog naar laag los verkrijgbaar? Dat staat in de whitepaper. Ja, indien u na deze sessie de whitepaper downloadt, dan staat die ook in opgenomen. Het staat op toxic.nl. En hij is tevens op toxic.nl ook in... te downloaden. Downloaden? Oké, okay, ja. Toxic.nl kunt u hem ook downloaden. Zijn er meer vragen? Oh. Toch bedankt voor het antwoord. Ja, als er niet meer vragen zijn, dan sluiten we gewoon een sessie. Dan hopen we dat iedereen de juiste input heeft gehad, daar dingen mee kan doen in de praktijk. En weet je, als er vragen zijn, contact ons gewoon. En blij dat er een heldere toelichting is. Wacht, er komt. Vraag, waar kan ik de whitepaper vinden? Die staat op toxic.nl en dan is er een
Ja, een tapje die heet whitepaper. Dat zie je wel. Ga dan gewoon naar toxic.nl bovenaan dat tapje, menutap, en dan zie je gewoon whitepaper. Ja. Als je bovenaan kijkt aan de rechterkant, bovenaan, dan zie je. Dus bedankt voor de gestructureerde uitleg, wat er gezegd. Ja. Ik zie, er komt toch nog een vraag binnen. Ja, bij stap 7, blootstelling bepalen, staat vermeld de blootstelling van 30%. Ja, het mag een geschat model zijn. Een goede vraag overigens. Bij stap 7 wordt er gezegd de blootstelling bepalen, waar staat vermeld de 30%. Is dit de blootstelling via een geschat model voordat gemeten wordt? Ja, u mag uitgaan van uw geschatte model. Op het moment dat u bij de schatting uitkomt onder 30% van de grenswaarde, dan heeft u geen risico. Natuurlijk altijd wel enigszins restrisico, maar u heeft dan geen directe plicht om te gaan meten en verder in te gaan. En dan zie ik nog meer vragen. Ik ga gewoon te scrollen. Ja, ja, we komen nog een vraag in. Oké. Ja, wat doe je als een product een mengsel is dat die wel klassificatie heeft van gevaarlijke stoffen, maar waarvan één component een CMR-klassificatie heeft, maar met een aandeel kleiner dan 10%? Nou, feitelijk, als je zeker weet dat het aandeel kleiner is dan 10%, heb je dus je blootstellingswaarde, je grenswaarde, ook onder 30% van de stof. En dan kun je feitelijk rekening mee houden dat er dus een normale klassificatie volgt. Hierin is wel dat je aandacht moet houden voor natuurlijk de grenzen als die echt niet gaat overschrijden. En dan krijg ik de volgende vraag. Ik heb een product in toxic staan. Daarvan weet ik dat een component in zit dat CMR is. Dit staat alleen niet op de wik van toxic. Kan ik die er zelf aan toevoegen? Even checken. Ik dacht wel dat je hem er zelf aan toe kan voegen. Maar je kunt hem ook terugkoppelen aan de organisatie. Ja, dat is het beste. Want dan controleren we dat even, of dat inderdaad zo is. Hè, want je weet nooit of het wel helemaal klopt. Dat betalen we voor. Wij doen die check, even kijken even wat er aan de hand is. En dan zorgen we gewoon dat het erop komt. En dat kan naar toxic@sdu.nl. Dus ik herhaal, stuur deze vraag even gewoon naar toxic@sdu.nl. En het zit er ook even bij natuurlijk om welk product en component het gaat. Dan is het beste. Want dan we hebben gelijk vanaf de basis wordt die dus hersteld. Ja. Ah. Dank je Bob voor de uitleg. Rob, je hebt het gevonden, de white papers. Mag en moet een bedrijf roken tijdens werktijd registreren? Dat is een hele leuke. Roken is namelijk een van de mooie privacyregels waar mensen recht op hebben, nog steeds. De werkgever die heeft dus de plicht om het te verbieden binnen het bedrijf. En anderen niet eraan te blootstellen. Eigenlijk is het een soort van privacyregel. Dus ik moet helaas zeggen van het mag niet. Maar ik zou het wel graag willen. Want het geeft natuurlijk wel een extra blootstelling. Dus ik hoop dat de vraag hiermee beantwoord is. Ik denk dat er doorheen zijn. Als er verder geen vragen meer zijn, dan wil ik iedereen bedanken voor de deelname. En zoals ik net al zei, ik hoop dat jullie veel nuttige informatie hebben gekregen. En in ieder geval bedankt voor de deelname. Ik krijg nog een vraag over de PowerPoint. Ja, ik wil de PowerPoint ook best toesturen, maar wat er ook zo is dat dat je deze webinar altijd op de Toxic Site kan nakijken. Net zoals de andere webinars die we gehad hebben. En daar zit gewoon de PowerPoint in. Ik wil hem ook best nog separaat toesturen hoor. Maar stuur me dan even een mail als je hem separaat wil hebben. En anders dan kan je hem gewoon terugkijken via YouTube. En dan zit gewoon dan heb je eigenlijk de PowerPoint plus nog de toelichting van Michel. Dus dat is nog het beste. Maar sowieso is hij te verkrijgen, geen probleem. Ja, hij is sowieso te verkrijgen, maar stuur me dan even een mail. Dan stuur ik even persoonlijk iedereen de presentatie toe. Yes, en jullie hebben allemaal mijn e-mailadres, weet ik. Dus dat komt goed. En gebruik hem vrij. Ja, maar Michel, je mag aan jou leren om af te sluiten. En dan sluit dan maar gewoon ook via het tapje gewoon af. Hartelijk bedankt. Bedankt allen en tot de volgende keer.